Het VK, ik zal het even toelichten inderdaad. Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, sinds dit jaar het nieuwe agentschap, vroeger beter bekend als het Vlaams Energieagentschap. Ik neem jullie het komende kwartier mee rond de thuisbatterij en de nieuwste ontwikkelingen daarin. Misschien een eerste scene wat is dat eigenlijk, een thuisbatterij? Voor sommigen onder jullie waarschijnlijk geen geheim meer. Maar een thuisbatterij daar bestaat in verschillende maten en modellen. Verschillende technologieën, lithium-ion, zoutwater. Lithium-ion is uiteraard het grootste deel van de markt. Waarom is een thuisbatterij nuttig? Wat kan dat? Wel, een thuisbatterij kan aan dag-nachtopslag doen. De stroom die je overdag te veel hebt, opslaan om s'nachts of s'avonds, eventueel de dag erna, te gebruiken. Een thuisbatterij is niet geschikt om stroom van de zomer te gebruiken in de winter. of om zoveel thuisbatterijen te zetten dat je off-grid kan gaan, dat je geen aansluiting meer hebt met het net. Hoe groot is dan uw thuisbatterij, wat speelt daar, kilowattuur, kilowatt kilowatt, -piek, kilowatt? Wel, een thuisbatterij, de capaciteit wordt uitgedrukt in kilowattuur, dat is alsof je een fles water hebt, hoeveel liter water zit er in de fles, en het vermogen in kilowatt, de grootte van het topje. Hoe groot moet een thuisbatterij nu zijn? Binnen het VK uh, hanteren we een dimensioneringsregel 1 tot 1,5 kWh capaciteit van de batterij per, kilowattiek, per kilowattpiek PV. En wat kost een batterij hangt er uiteraard ook vanaf van welk type batterij, hoe groot jouw batterij is, maar reken op 1000 euro per kWh capaciteit. Een batterij komt er in alle maten en modellen en is vergelijkbaar qua grootte en gewicht bij een volle koelkast. Waarom hebben wij nu binnen het VK aandacht voor een thuisbatterij? Wel, omdat er een aantal maatschappelijke voordelen zijn bij een batterij. Op dit moment, bij zonnige, winderige dagen, kennen we heel grote pieken smiddags van elektriciteit die het net op moet. En met een batterij kan die piek lokaal in het huis opgeslagen worden en wordt die piek op het net kleiner. Omgekeerd, s'avonds, als we allemaal thuiskomen, beginnen koken, een elektrisch voertuig opladen, tv kijken en het licht aandoen, is er een zeer grote afnamepiek van het net. Op dat moment moet het net in staat zijn om iedereen genoeg elektriciteit te voorzien. Een batterij kan lokaal ook daar weer die piek gaan verkleinen, omdat de elektriciteit van overdag, s'avonds, lokaal kan gebruikt worden. Dit zorgt ervoor dat het net stabieler is en vermijdt dat er grotere netinvesteringen nodig zijn. Meer in algemeenheid zorgt dat er ook voor dat er meer hernieuwbare energie aangesloten kan worden. Op dag van vandaag nog niet zo'n groot probleem met relatief beperkte percentages hernieuwbare energie. Gaan we naar 2030, 2050 en heeft iedereen PV op zijn dak, zal dat veel meer spelen. Het is niet alleen nuttig voor de maatschappij en thuisbatterij, ook voor de consument, de gebruiker, persoonlijk is een uh, thuisbatterij interessant. In de eerste plaats omdat het u toelaat om het zelfverbruik van je PV-stroom te verhogen, tot 68, 70 procent afhankelijk van de grootte van je batterij. Dat zorgt ervoor dat in plaats van de 27 cent ongeveer die je moet uh, betalen, je je zonnestroom van smiddags kan gebruiken, waar je anders maar 4 cent voor zou gekregen hebben, gemiddeld de terugleververgoeding. Waarom eveneens voor jezelf belangrijk? In de vorige sessie uh, was de collega van de VREG hier en uh, is het capaciteitstarief aan bod gekomen. Een batterij kan ervoor zorgen dat de piek die je van het net afneemt, dat je die gaat verminderen. En op die manier minder impact hebt op het net en dus ook een lager capaciteitstarief moet, moet betalen. In de toekomst zullen er dynamische prijscontracten zijn. Een dynamisch prijscontract is een contract waarvan de stroom varieert per uur bijvoorbeeld. Op dag van vandaag is de stroomprijs constant gedurende het jaar. Indien de prijs varieert per uur, zal typisch op de middag de prijs lager zijn. Bijvoorbeeld, verleden weekend waren er negatieve stroomprijzen rond het middaguur te wijten aan veel zon en veel wind. Dat is dan uiteraard het moment om je batterij op te laden, omdat je dan eventueel zelf betaald kan worden om energie te verbruiken. In een nog iets verdere toekomst zal je met je batterij ook ondersteunende diensten kunnen aanbieden aan Elia of Fluvius om mee te helpen evenwicht in het net te garanderen. Nog een leuke bijkomstigheid aan een batterij is dat ze kan dienen als noodstroomvoorziening. Uw alarm zal altijd werken, je kunt je garagepoort ook open doen als de stroom afvalt in jouw straat en eventueel om medische redenen. Om al die reden heeft de Vlaamse regering besloten een batterijpremie in het leven te roepen. Die bestaat al sinds halverwege 2019 en vanaf 1 april, een goed moment om het hier toe te lichten, wijzigt de premiehoogte van de batterijpremie. Ze verhoogt voornamelijk voor kleinere batterijen, voor 0 tot 4 en 4 tot 6 kWh, krijg je 300 euro per kWh, terwijl dit vroeger 250 kWh is. Daarmee wil de Vlaamse regering... Inzetten op batterijen daar waar ze nuttig zijn en vooral de kleinere batterijen bevorderen. Jullie zien in de tabel een, een afnemend pad. De batterijpremie dooft uit, omdat we er ook van uitgaan dat de prijzen van batterijen zakken. Er is een maximale premie um, die kan gekregen worden voor de batterij. Die ligt op 40% van de investeringskost, of een absoluut maximum. Dit jaar, vanaf 1 april, van 2.550 euro. Hoe vraag je die premie van de thuisbatterij aan? Dat is op onze website, energiesparen.be-thuisbatterij, maar uiteraard zijn er ook een aantal voorwaarden. De thuisbatterij moet geplaatst zijn door een elektrotechnisch installateur, zodat het correct gebeurd is. U moet ook beschikken over een digitale meter en u moet eigenaar zijn of u moet een decentrale productieinstallatie lezen van maximum 10 kVA. In de meeste gevallen een zonnepaneelinstallatie op uw dak. De thuisbatterij moet aangesloten zijn op het distributienet en dat gedurende 10 jaar. Dus een batterij die enkel jouw tuinhuisje voedt komt niet in aanmerking. En ze moet gekeurd zijn uh, en aangemeld bij uw netbeheerder Fluvius. Het is een gelijkaardige procedure als voor zonnepanelen. Tot slot nog een belangrijke voorwaarde. Om toekomstgerichte batterijen te gaan ondersteunen, vragen we dat uw batterij over een tweerichtingscommunicatieinterface beschikt. Wat wil dat zeggen? Het is een batterij die moet kunnen communiceren. Die moet kunnen weten, is er een hoge piek van PV, laat dan op. Zijn de prijzen laag, laat dan op. En u moet kunnen zien, wat is de laadstatus van mijn batterij. Ze moeten dus in staat zijn om in functie van externe signalen te kunnen sturen. In de regeling tot 31 maart was er een injectielimiet, die is nu uh, voorlopig afgeschaft. U ziet het in de titel, het is onder voorbehoud. Uh, de Vlaamse regering moet nog definitief beslissen over de voorwaarden en de premiehoogte. We verwachten die, die, die beslissing uh, in de loop van de maand april. Wanneer is nu een batterij nuttig, uh, alvorens iedereen, elke prosument uh, een batterij aankoopt? Wel, het is interessant om eerst zelf op een goedkope manier je zelfverbruik te verhogen, zonder daarvoor een batterij nodig te hebben. Denk aan het opzetten van je wasmachine, je droogkast, je afwasmachine op sommige momenten. Op die manier ga je je zelfverbruik al wat kunnen verhogen. Als u beschikt over een elektrische warmtepompboiler, een gewone elektrische boiler, kan evenzeer voor warm water. Kan dat ook, eventueel met een eenvoudig schakelklokje ertussen dat u instelt op de uren rond de MIAG. Beschikt u over een slim voertuig, dan kan u uw zelfverbruik nog meer verhogen dankzij een slimme laadpaal. En grote verbruikers stuurt u best aan via een energiemanagementsysteem, waarvan de fabrikanten er hier meer dan voldoende ter beschikking hebben. Ook raden wij aan, als u een thuisbatterij installeert, om eens te kijken naar je verbruikshistoriek, naar je profiel. Dat kan op de website van Fluvius of dat kan uiteraard ook via een apparaatje dat je inplucht in je gebruikerspoort van je digitale meter en een beter inzicht krijgt in je verbruik en je injectie. En op die manier een beter inzicht in welk type, welke grote batterij voor jou nuttig is. Enkele dimensioneringsregels bij een thuisbatterij. Een batterij is pas uh, nuttig als je PV-installatie groot genoeg is ten opzichte van je elektriciteitsjaarverbruik. Wij hanteren de norm 0,5 kW peak per 1000 kWh verbruik. Het is ook interessant om niet meer dan 1,5 kWh batterijcapaciteit per kW vermogen in te installeren. Anders is je batterij te groot en gebruik je ze eigenlijk niet genoeg. En om ook niet meer te installeren dan 1,5 kilowattuur capaciteit per 1000 kilowattuur verbruik. Dit wil zeggen, typisch gezien jaarverbruik van 3600 kilowattuur. Een batterij is pas interessant als de PV-installatie groter is dan 1,8 kilowatt piek. Anders verbruik je bijna al je elektriciteit altijd zelf. En je mag ze best niet groter maken dan 5,5 à 6 kilowattuur. Kan uiteraard, maar het zal niet de beste terugverdientijd hebben. Er zijn enkele aandachtspunten die ik uh, jullie willen meegeven. Het vermogen van een batterij schommelt typisch rond de 3 à 5 kilowatt. Dat wil zeggen dat die batterij ook niet in staat is om uw hele huis te bevoorraden als je al je elektrische apparaten tezamen aan gaat zetten. Een batterij zet energie om en dat gaat typisch gepaard met een omzettingsverlies. Reken op 80%. Op een efficiëntie van 80 à 90 procent. Dus een verlies van 10 procent van de energie. Ze dus gaat ook niet eeuwig mee, uh, typisch 10 à 20 jaar, afhankelijk van het aantal cycli hoe vaak je batterij op- en aflaat. En we horen wel wat ongerustheid rond brandveiligheid rond bij batterijen. Daar is er een onderzoek bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap lopende om dat wat beter in kaart te krijgen. Tot slot nog materiaalgebruik. Lithium-ion is een, uh, een zeldzaam uh, metaal, uh, kan kritiek zijn, uh, dus daar kunnen vraagtekens bij gesteld worden. Ik wil het met jullie nog hebben over het belang van de slimme sturing. Het is niet omdat die injectielimiet zou verdwijnen dat een slimme sturing niet belangrijk is. In de bovenste figuur ziet u eigenlijk een domme batterij. Om zes uur s morgens begint de zon te schijnen, begint die batterij te laden en op het moment dat er de grootste injectiepiek is, zit ze al vol. We zouden willen aanraden om die batterij slim te sturen en dus vooral de piek te gaan aftoppen en te gaan opslaan. Dat is voor uzelf ook interessant als u een dynamisch prijscontract heeft. Dat is interessant voor het net om de spanning onder controle te houden en dat kan ook interessant zijn om je piek te bewaken. Om jullie nog meer uh, op weg te zetten wanneer is een batterij nuttig, hebben we op onze website op dit moment nog een basis Excel ter beschikking gesteld, waarin je voor een standaard situatie, diezelfde 3600 kWh verbruik, 4 kW peak PV, kan uitrekenen wat de terugverdientijd is voor een thuisbatterij. In de weken die komen zijn we van plan om daar een webtoepassing uh, rond te maken en die ook veel uitgebreider te maken waarbij je je jaarverbruik en je jaarproductie zelf kan invullen en waar ook rekening mee kan gehouden worden met een warmtepomp, een elektrisch voertuig of een airco bij je thuis. We zien immers dat de terugverdientijden niet altijd zo roze geur en manenschijn zijn. De standaardinstallatie van 3600 kWh koopt een batterij aan van 4 uh, capaciteit van 4 uh, kW en kan zo zijn zelfverbruik verhogen met 59%. Bij een typische investering van 4400 uh, euro krijgt deze batterij een premie van 1200 euro. En die komt op een terugverdientijd van 15,3 jaar. In perspectief met de, met de levensduur van een batterij. Uh, toch misschien iets om twee keer over na te denken. Tenzij natuurlijk dat het een gezin is dat niet vaak thuis is. Zonder batterij slechts een kleiner zelfverbruik heeft. En een installateur gevonden heeft met een betere prijs. 4000 euro voor de batterij, een premie van 1200 euro. En die komt op die manier op een terugverdientijd van 11 jaar. Nog een laatste voorbeeld om jullie aan te geven dat investeren in een te grote batterij niet interessant is. Hetzelfde typische gezin met een verbruik van 3600 kWh denkt: ik ga een grote batterij installeren, 10 kWh. We zien dat het zelfverbruik van dat gezien aanzienlijk toeneemt tot 73 euro. Maar ook de prijs uiteraard die ze betalen voor die batterij. 9000 euro, maximale premie 2500 euro. Lijkt een mooi verhaal. Echter, we komen op een terugverdientijd van 21 jaar. Die batterij valt dus niet terug te verdienen. Nog enkele afsluitende woorden. Is er nu een rush op batterijen in 2021? Dat zijn geruchten die we soms uh, horen. We zien effectief meer interesse door het wegvallen van de terugdraaiende teller in de thuisbatterij. Er zijn duizend premies aangevraagd sinds maart. Uh, sinds januari tot eind maart. We zien ook dat bij nieuwe PV-installaties een batterij standaard wordt aangeboden. En wij zouden als Vlaams Energieagentschap Correct willen informeren dat een batterij niet in alle gevallen even rendabel is. We denken dat ook de installateur samen met onze tools daar een rol te spelen heeft. De Vlaamse regering heeft 22 miljoen euro voorzien. Dat is voldoende voor 10.000 premies in 2021. En zo denk ik dat er voor iedereen genoeg is. Bedankt voor jullie aandacht.